Oké, is goed, buur. Zo dan. Dat was dan maar. Hey. Ja, klaar. Zo, nou, die kent dus blaffen, horen jullie wel. En ik wou net zeggen, een hele goede middag bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Nou, hij wilde gelijk uit, nou dat kan ook. Doen we dat eerst even, voordat we verder gaan, doe maar. En dat terwijl ik nog steeds barstende hoofdpijn heb, gaat hij met zijn versterker aan de gang, maar hij waarschuwt tenminste. Ja, daar ben ik wel weer blij mee. Het is trouwens al laat, ik ben laat, dat zeg ik erbij. Dat ik lang niet in orde ben, komt ook omdat er onweer in de lucht zit hoor. Maar het is 14:42 en ja, ik heb al gegeten en een bakje koffie gedaan, etc. Maar ik moet zo nog eventjes weg en ik hoop dat het niet gaat regenen. Nee, want daar heb ik geen zin in. Dan zal ik voor het eerst bij mijn hondje zijn muilkorfje omdoen. Ja, muilkorfje. Ja, echt. Klein ding. Ho, sorry. Dat is een zonnebril. Kijk. Zo kleintje. Toch? Nou, die past die. Die moet hier om. Want ik moet toch wel even weg, ja. Dat Rauw wil daar ook eentje naar binnen. Kijk. Hij wil erin. En nou, dan doen we dat. Moet het wel willen. Komt u maar. Wat denk je? Ik ga via het raam. Ja. Ik ga de winter niet hoor. Echt niet. En dan zet ik hem gelijk. Nee. Op die dieven dingen. Zo. Kan er niemand in en toch staat een stukje open. Dus een hele grote jongen die dat kan. Maar ja, mijn buurman die is slim. Dus ja. Die heeft iets wat ik niet heb. Ja, dat is zomaar benoemen. Verder klap ik niet uit de school. Even op mijn hondje weer letten. Die is nog drukdoende. Ja, dat... Maar het komt allemaal goed, zeker te weten. En ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Ja, kerel. Wat is er aan? Ja. Hij wil aandacht, ook dat moet kunnen. Hé, jij nou? Jij, kerel. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Doe wat jullie doen moeten of doen willen. Want je moet niks, ja, overleven. Naar de wc, eten, drinken, slapen en werken. Als je werk hebt. En als je werk hebt, mag je gelukkig zijn. Want er zijn zoveel. Die dat niet hebben. Ja, dus zeg geniet van alles. En fijne dag verder allemaal. En tot straks maar weer. Ja, ik ben maar eventjes naar het stadspark gegaan. Eventjes mijn hoofd proberen leeg te maken. Maar ik weet niet of mij dat gaat lukken. Ik vind het wel heel prachtig. Dit is ook de plek waar we trouwfoto's hebben gemaakt, mijn man en ik. Ja, voor 10 jaar terug in september. En hebben we hier beneden gestaan. Daar zijn foto's van gemaakt. Toen liep ik alleen nog met een rollator en met een stok. En mijn stok wordt toen versierd. Die heb ik nog steeds, die stok. Maar hoe mooi is dit, hè? Ja. Er was net wel een meeuw. Aan het zwemmen, maar ja, voor de rest zie ik niks. Geen eenden, geen zwanen en nog geen dood. En het waait vreselijk. Kijk eens hoe alles duikt daar aan de overkant. Maar oké, ik ga weer verder en als ik weer wat moois zie, dan laat ik jullie uiteraard even zien. En straks even naar de DK, even wat halen nog.
En dan weer naar huis. Gewoon even een rondje door het park. Ze zeggen lieve vrienden, tot straks. En ook hebben wij hier dit prachtige muziektentje hier al. In het stadspark. En daar heb ik ook heel veel, heel veel mooie herinneringen samen met mijn mannetje. Ook hier hebben wij met ons trouwen foto's laten maken. Wat voor ons geweldig was. Want het is echt een heel mooi plekje hier in het park. Ja, dat wou ik jullie ook even laten zien. Ik rijd er, ik weet niet hoe vaak langs als ik hier ook doorheen kachel, maar nooit niet eigenlijk even gefilmd voor jullie. Dus bij deze. En ook zal ik een vlog in elkaar gaan zetten, wanneer weet ik nog niet. Met onze trouwfoto's. Ja, ga ik er het een en ander uitzoeken. Ook hebben we bij de vuurtoren, bij Lange Jaap, hebben we foto's laten maken. Dus ja, dat komt allemaal goed. Ik vind het geweldig dit. Ik moet ook nog een vlog in elkaar zetten van de foto's van Chrissy. Dus ook dat moet ik nog doen. Ik heb nog een heleboel te doen. Ik zie ook een mollo. Ik weet niet of jullie dat zien. Ik zal proberen in te zoomen. Ik zie niks door de camera. Maar ja, ik hoop dat jullie het wel zien. Vlak voor de schaduw. Wel leuk! Zo. Dat ja, lieve vrienden, ik hoop dat jullie het mooi vinden. Ik in ieder geval wel. Dat ik zou zeggen, tot straks. Ja, daar heb ik het prieeltje van ons weer. Maar er komt ook nog een bruidspaar aan en die mag ik eigenlijk niet vloggen. Maar ik doe er even een glimp naar. Achter die bomen zijn ze ook niet herkenbaar voor anderen. Maar ik vind het toch wel weer leuk. Ja. En mijn hondje is blij. Mijn camera die staat los. Wow. Even geduld. Zo. Oh, hij gaat daar naartoe. Hé, mijn hondje was het blij, hè? Ja. Hij was het blij dat ik thuis kwam, hè? Ja, schat. Oh, goeie toch, hè? Ja. Vrouwtje zal zo meteen naar je oor kijken. He, even koffie, even bijkomen dan jij. Ja? Is dat goed? Is dat afgesproken? Jij. Ja, dat, jullie merken het al. Ik ben weer thuis. Ja, ik ben met een bakje koffie bezig. Ik heb de boodschappen al opgeruimd. En ik hoop vanzelf dat jullie een klein beetje wat van het bruidspaar hebben gezien. Dat hoop ik wel. Maar ja, zo niet. Hebben pech. Volgende keer beter. Ja. Mag eigenlijk niet, hè? Foei, mag niet. Hé, hey, mag niet. Nee. Die muilkorf heeft nog een doel. Hij kan volgens mij niet blaffen als ik thuis kom. Ja, scheelt weer vanwege de buren. Ah, maar oké. Lekker bakje koffie. Zo. Een lekker bakje koffie en natuurlijk heeft er een bounty erbij, hè? Ja, ja. Lekker. Dus ja, ik ga lekker van mijn koffie genieten. En dan even mijn hondje kijken wat er al aan de hand is. Het ging zo goed, maar hij schijnt toch weer een beetje last te hebben. Dus ik zal straks even kijken hoe en wat. En ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei. Nou, daar zitten de zwart-witte. Hé? Ja. Nou, die hebben dus al een geruime tijd geleden, een uur al, ja. Een uur geleden al hun eten gehad. Enkel het meneertje hier ook, die het nog wat eten laten staan. Ik heb mijn eten ook al klaar. Ik had nog rijst over met doppertjes en worteltjes. En daar heb ik nou een siepeltje bij gemaakt. Met spekjes erdoorheen. Dat, ja, altijd weer lekker. En ik heb er nog weer meer over. Ja, dus het gaat, wanneer het afgekoeld is, de koelkast in. Ik morgen weer. Ja, ja.
dat ik heb een wijntje bij en een bakje koffie. En ondanks dat ik nog steeds knauwende hoofdpijn heb door dat gekke weer, dat zit onweer in de lucht. En daardoor heb ik zo'n vreselijke, zeurderige hoofdpijn. Ja, het is gewoon van het zotten. Dan hebben de buren eergisteren grof vuil bij de weg gezet. En dat zijn de buren. Nou ja, ik weet niet of ik dat door de camera heen kan zien. Maar daarom is nog een schutting in dat hoekje daar. Die mensen hebben het gedaan. Daar behoort die koelkast bij. Nou heb ik het gemeld bij de gemeente dat die koelkast die nog staat, foto erbij. Het staat er nog. In plaats dat ze het dan weghalen voor het weekend. Maar nee. Ik heb ruim op tijd, voldoende op tijd vanmiddag ik het gemeld. Ja. Nou. Moeten ze het toch doen? Ik bedoel, die lui die zijn toch overdag aanwezig. Die zien dat toch. Maar nee. Nou, dan staat het hele weekend staat dat ding daar dus. Die koelkast. Nou, lekker. Dan ben je gezegend mee. Maar ja. Oké. Okay. Het is mijn probleem niet. Ik maak me er ook niet, geen zorgen meer om. Ik heb het gemeld. Ik zit in de buurtpreventie en ik ben wijktoezichthouder. En ik krijg geen jasje. Nee, dat vind ik wel vervelend. Er was mij een jasje beloofd. Maar dan moet ik iedere woensdagochtend moet ik verplicht naar de vergadering. Die om 9 uur al begint. Nou, ik ben niks verplicht. En ten tweede, hoe kan ik dat doen als mijn lichaam het niet wil? En ja, om 9 uur zeg, kom mee. Waarom niet later in, op de dag? Dan kan ik wel. Maar niet morgens vroeg. Ik heb wel meerdere dingen. Ik zit ook met mijn begeleiding. Die komt ook morgens vroeg. Dat kan ik ook niet. Dus ja, ze bekijken het maar hoor, dan maar niet. En er zijn straks al meerdere dingen wat ik leuk vind om ook te doen. Dus ja, ik ga lekker eten. Ik zou zeggen, geniet van jullie avond en tot straks maar weer. Doei, doei. Hey meisje. Lag je lekker te slapen? Maak vrouwtje jou wakker, potverdikkie. Hé. Hey. Oh ja, schat. Hé? Ja, oh goeie toch, hè. Ja. Ja, lieve vrienden, het is weer lekker laat al. Die ligt er onder mijn bureau te slapen. Ja, die kale vlekken, ik weet het niet, maar dat komt door mijn stoel. Het had nooit niet op zo'n vloer gemogen, maar het legt hem ook aan de WMO. Ja. Maar dat is een heel lang verhaal en daar ga ik niet aan beginnen. Maar oké, okay, het is al laat. Het is eventjes koekeloeren. Ik weet het ook. Ja, 2:24. Ik ben bezig filmpjes van mijn handcamera over te brengen naar mijn pc. Deze komt er nog bij. En deze was van vandaag, van vrijdag, de 10e. En ik heb ook de foto's van Chrissy allemaal uitgezocht. Dat wordt ook dus een vlog. Dus ja, heel erg druk ermee. Dat ik wens jullie allemaal een welterusten. Sowieso namens mijn hondje en namens deze rode rakker. Ja, en namens haar. En waar mijn andere meisje is gebleven, dat weet ik niet. Nee, ook ligt ze daar weer? Ja, daar ligt ze. Onder de tafel. Ook namens haar en namens mezelf zeg ik wel rusten, slaap lekker. Met de mooiste dromen die je maar wensen kan. En ik hoop dat ze dan ook ooit mogen uitkomen. Ik zeg graag tot de andere kant van de nacht.